Deze Magikarp kan niet wachten. Magikarp, dat is een dom idee. Oh, dat is heel dom. Ik zag een cave, dus ik wil de cave. Oh god, er komt er heel veel. Leroy, helpen. Magikarp kan niet wachten, sorry. Magikarp houdt van flesjes. Magikarp wil vechten. Oh, kijk uit, er staat er ook een Enderman. Kijk uit, Leroy, achter je, creeper! Dood was. Komt nog een creeper aan! Ow. Oh, waar? Ik zie drie creepers achter het huisje. Oké, okay, ik ben in orde. Ah, ben je zombie? Drie hartjes! Oh, pas op, pas op, pas op. Die, jongens, blijf beneden. Sloeg de bliksem nou tegen mij in? Ik moet naar boven, ik moet naar boven. Jongens, okay, ik heb weg, 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 weg. Want ik geloof in jou. En iemand heeft de Enderman boos gemaakt. Ja, ja, iemand heeft de Enderman boos gemaakt, inderdaad. Geen idee. Jongens, maar hij wou naar binnen, dus ja, iemand... Ja, hij wil nog steeds naar binnen. Hij zit naar achter het huis. Oh, kijk uit, hij wil naar binnen, hij wil naar binnen, hij wil naar binnen. Ik ga veilige ruimte maken om de Enderman te Snel, ga hier even onder dit staan hier. Dan weet je zeker dat je veilig staat. Ja. Wie dat hij ook wil hebben. Oké, waar is die Enderman? Ik heb de creeper aan, Leroy! Leroy, jij hebt de creeper weg! Achter je, Erik! Kijk, hey, achter je! Ja, er is nog een creeper. Er is daar nog een creeper. Ja, die zocht ik wel. Wacht, Het is veilig is. Die creeper bloest die Enderman op! Nee, ik ja, weet het. De Enderman zit nog rond de TP'en. Ik probeer hem aan te kijken, maar... Die kijkt mij aan. Ik ben bang dat hij mij... Ik ga proberen, ik ga dat erbij. Nou, dat was nog gelijk in de eerste 20 minuten een beetje te spannend naar mijn smaak. Ja. Enderman zit binnen, ik ga hem aanvallen. Oh, hij zit in het huis? Ja, hij zit in het huis. Serieus, dag 2 en dan gelijk een Enderman te slaan. Magikarp, wat is er mis met jou? Het is dag 2 en al gelijk Enderman's gaan bevechten. Okay. De Magikarp. Ja. Jongens, pas op, je achter mij. Ja, let me handle it. Wat jij wil. Ik doe een Iron Man. Doe maar. Nou ja, we hebben al voorbereidingen met de Ender Pearls. Magikarp heeft al meteen tegen Enderman aan het roepen. Toortjes. Toortjes, goed. Ik heb een hoeveel cool gevonden bij die. Nou, anders heb ik zoiets van: dan gaan we even in twee teams. Eén team gaat eventjes daar met mij, die daar staat. En het andere team gaat even een beetje werken aan het huis. Ik heb ook een keer gevonden, dat heb ik ook graag gedaan. Oh, trouwens, wat wordt ons eerste objective? Ik bedoel, het is dag 2, we moeten nu kiezen. Objective? Ja. Ik wil dus naar mijn haunted mansion. Nogmaals, de objectives: de vleugels halen, wat inhoudt de Ender Dragon verslaan. En de Dragon Plus, makkelijk. Ja. Vervolgens hebben we ook de Wither Skeleton, te verslaan. Dat is een enorme klus, dus ik raad die niet aan. Nou, we zitten niet bij een oceaan. We zitten in de buurt van een oceaan, dus misschien de Ocean Monument is misschien snel te doen. Maar ja, dat ligt er maar net aan of er een Ocean Monument in de omgeving is. En de Woodland Mansion, wat best wel een leuke plek is en die is ook nieuw. Nou, ik zou zeggen, laten we beginnen met omdat we hebben best wel ook een paar nieuwe spelers. Ik stem voor de Aqua. Ja. Okay. Ik stem mee. Ik stem voor Mansion. Ik vind het allemaal goed. Dus. Ja, hou eens eventjes, jongens. Jullie hebben ook zelf een vrijheid van spreking, hè? Dus jullie mogen... Nou, ik heb al... Je valt weg. En ik hoorde volgens mij drie anderen ook Aqua... Aqua, doe maar Aqua.
Oké, nou dat is het. Goed, ik heb toortjes nodig. Ik ga de cave vinden. Ik help wel rond het huis. Ik ga mee met jou, Lucario. Is goed, jij gaat wel huiswerk doen. Wat? De cave die zit hierboven. Ja, maar ik heb er ook een keer gevonden. Ja, maar die zit dichterbij. Maar dat is iron. We gaan op dit. Alleen dan nog heel even, want daar werd mijn verhaal onderbroken over de regels. Stripmijnen wordt hier ook gezien als je gewoon meer dan 5 blokken ver mijnt, waar je dus eigenlijk niet volgens de cave gewoon loopt. Nee, klopt. Als je geen ores aan het mijnen bent en meer dan 5 blokken zit te mijnen, dan ben je eigenlijk al verkeerd. Ja, heel goed. Niet meer dan 5 blokken. Kom, we gaan! Ja. Dus hoe mijn je dan voor okay. Gewoon alles wat je in de wanden van een cave zo tegenkomt. Nee, maar ik bedoel van hoe mijn je dan gewoon normaal stoom. Voor steen mag wel, alleen daar mag je ook niet meer dan 5 blokken ver mijnen. Er zit een creeper. Dus, okay. Alleen gewoon de wanden afhakken. Ja, twee creepers zelfs. Twee creepers? Ja. Maar bomen mag je wel gewoon omhakken, ja toch? Ja, boom is geen probleem. Steen pakken, kunnen we bruggen maken. We kunnen... Zelf denk ik. Een steen bijvoorbeeld te halen mag je dan alleen van 5 naar die kanten. Dat is op zich een mooie plekje om dit te gevangen. Ja, daarom ben ik dus dit is goed aan het maken om te gevangen. Ik heb een schild, dus ik zou die creepers eigenlijk best wel meer kunnen. Ik heb een zwaard, ik zou best kunnen aanvallen. Ik ga wel even. Wilt er iemand samen met mij een klein beetje de omgeving hier verder te gaan exploren? Ja, ik wil wel met je. Het is hier wel heel diep. Ik vind het eng. Ik ben niet heel handig met dingen kapot maken. Oh nee, dat maakt niet uit. Zolang je mijn rug maar in de gaten houdt dat ik niet achter me geraakt word. Ja. Ik kan niet slapen. Nu kijk je naar mijn voorkant, niet naar mijn rug. Ik kijk naar je rug. Goed zo, naar mijn rug kijken. Ik kijk naar je rug. Wat heb jij voor je rug? Wacht wel even, ik wil heel eventjes mijn zwaarden even veranderen, want steen is beter. Kijk uit hè, ik heb een skill, dus sorry dat je wel gelijk een vluchtroute hebt. Ja. Kijk uit, ik wil even die blokje weghalen voor je. Ik ga niet naar je rug kijken. Oké, okay. Koffer mijn rug. Dus wat wij twee vooral gaan doen is, nou ja, een beetje verkennen en alle dieren die we tegenkomen afslachten voor het vlees. Het liefste miltanks. Ik vind het tien keer niks. Ik vind het tien keer niks. Heel een slecht idee. Ik ga nu eerst stil omhoog klimmen dat we een hoop... Ja, eentje recht voor je. Ja, ik zie hem, ik zie hem. Komt-ie aan. Doei! Hij is naar beneden gevallen. Dat is één, oké, goed werk. Niks meer aan doen. Ja, of je moet naar beneden vallen, dan Tweede is links van je. Ik vind nu al iets interessants. Wat is het? Koffie? Wat heb je gevonden? Nou, we zitten bij een desert. Desert-tempel. Lekker bezig. Tweede is links van je. Ja, ik weet ik heb toch een appel extra gevonden. Kijk, ik heb een schild, ja. Hey, maar mee, ik heb een cave gevonden. Ik hoor spinnen. Ik moet proberen naar beneden te komen zonder kans. Kijk, doe me niet rennen. Het scheelt weer energy. Ik zie hem niet. En ik zie konijntjes. Hey, daarachter zit er ook nog één. Konijntjes gaan niet slachten. Oh, wat cute. Nee, komt rennen aan, komt rennen aan. Waarom zou je een konijn slachten? Dat is... Inderdaad. Mooi. Dat is fout. Is die dat? Is die andere creep ook dood? Ik weet niet, ik zie hem niet. Help even een beetje aan. Hij creep is beneden. Ik wil weten waar jou is rechts van je. Of links. Nou, daar zit de ingang van... Ik zie hem al. Ik zie hem al. Hij komt eraan. Hij komt eraan. Okay. I got this. Nee! Ik heb een torch voor, Gaggy. En hier zit de spin binnen. Oké. Heel voorzichtig herhalen. Oh, nee, weg hier. Weg hier. Ren. Nee, ik heb geen torches. Nee. Naar buiten. Gewoon weglopen. Oké. Ik hoor zombie. We hebben die tempel gevonden, alleen we komen nu al op één probleem uit. In de tempel zit een spider spawner. Oh, Mike, ik heb daar een goed idee voor. Zo snel mogelijk, Leroy. Ik maak licht van bovenaf. We kunnen je. Als een licht van bovenaf komt, dan kunnen ze niet spawnen. Het is je leeg trouwens, pas op. Ik heb geen hakhak. Ja. Oh ja, heel veel. Dit is een hele grote cave inderdaad. Wij hebben ook een best wel grote nu. Ja.
Okay, ik leg jou het hakvak maar niet als ik type. Ja, ik kan dat niet. Ik heb geen... Nee, is goed. Ik ben niet zo spastisch, joh. Ah, daar zit die... Nee, ik ga het Het gaat wel een beetje een rotklus worden om te hakken. Oh! Nee, ik got this, don't worry. Oké, kom maar heel eventjes, want ik heb torsjes. Ik ga torsjes maken. Yes, torsjes. Ik denk als maar ik hier een stap naar beneden, dan komt er genoeg licht. Oh, daar heb ik al iron. Heb ik niet eens gezien. Ah, dat, daarboven. Boven? Ja, mine het maar even. Het enige nadeel is, daar wordt het nacht, dus dan moeten we echt in de cave zitten. Ja. Wat heb jij iets? Ik kijk of er niks achter komt. Ja, graag. Goed I'll be your watchel. Geen watchhok, maar watchel. Watchaxel. Nou, ik heb een crafting table. Deze gaat heel goed diep. Oké, mooi. Want, de zon die gaat nu onder. Ik zie eigenlijk volgens mij. Die begint langzaam onder te gaan. Oké, dan, gaan we heel goed terug. Gaan we die kant op of gaan we deze kant op? We weten nu dat we vlakbij een... Nee, ik wil even kool naar beneden! Sowieso, ik heb er iets meer licht geplaatst dat minder vaak zullen spannen. Kom maar, ik zat terug. Als de volgende keer dat we dan terugkomen, dan is het ietsjes makkelijker. Ja. Maar dit is een uitdaging. Ja, om genoeg licht te creëren zodat de spanner niet meer gaat spannen. Als wij dadelijk genoeg armor hebben, of ijzer hebben, dan maken wij al wat armor. Ja, dat zou ook heel fijn zijn. Want ik vind zonder armor een spiderspanner binnenlopen... Oh mijn god, wat is dit? Dat is echt een ingang. Iets te eng momenteel. Dat doen we gewoon. Ja, we kunnen niet terug, het is donker nou. Een beetje in te vullen en dan moeten we verder. Ik heb nog wat zaadjes voor je. Dat is heel fijn. We kunnen ons altijd insluiten mocht het gevaarlijk worden. Nee, we maken hier een trap. Niet te veel openmaken hier. Ja, maar ik zie daar iron. Oh, dan pak je dat iron. Ik heb gaten in elk geval enigszins ingevuld, zodat je er in één keer springen uit kan. Oké. Dat is heel mooi. Dan ga ik alvast even kijken. Hebben we nog kool? Daar beneden niks. Nee, we hebben geen kool. Nee, maar ik heb nog wel... twee creepers beneden. Greg, kom naar boven toe. De man gaat schijnen. Goed. Ik moet naar boven nu. Oh, een heel klein beetje kool maken inderdaad is wel fijn. Ik krijg opeens hout in mijn handen gedrukt. Greg, kom omhoog. Ja, dat werd naar mij gegooid eigenlijk, maar... Ja, ik heb het in de chest geplakt. Zoals ik al zei, dat was geen goed idee om daar naar beneden te gaan. Er zijn creepers beneden bij de baas. Kijk, snel naar boven. Ja, echt. Proberen naar boven te komen. Zijn er twee. Ja, ik kan echt perfect dingen verwoorden. Geplakt. Ja, ik heb het in de ding geplakt. Zo praat het op elkaar. Ja, ik ga het toch proberen. Ik denk dat ik een hekje ga maken voor om ons farm heen. Ik kan wel uitschuiven, dat is wel fijn. Als jij mijn rug in de gaten houdt, kan ik het weer neerhalen. Ja, maar ik heb een schild. Ik kan ze heel makkelijk laten exploderen zelfs. Ja, dus, maar ik wil heel eventjes hier een betere trap even hebben. Ja. Oh. Ja, kom maar creeper. En dan denk ik dat ik ondertussen... Kijk uit, Leroy. Hey, creeper, komt damn, skeletons. Skeletons! Twee zelfs. Ja, ik kan niet twee tegelijk... Dan mijn skeletons rond het huis heen. Ja, doorloop maar even om. Er zit er achter ons niks, daar bij dat dirt. Nee, achter de dirt is niks. De dirt is... En veilig. De dirt is veilig, maar bij het water. Daar zijn twee creepers. Ik heb hier ongelooflijk gehaast. Nee, ik kan een klein muurtje maken. Ja, wacht even. Een vloer! Oh, daar, maar die kan onze kant niet op. Ja, ze kunnen toch zwemmen? Ja, maar de stroming duwt ons. Oh nee, nou zien ze mij. Maar ze zit echt vast, ze zit gelokt. Kijk maar. Ja, oké. Okay. Ja, koffer mijn rug. Ik ga erop af. Oké. Okay. Heb je hulp met wat weghalen van dirt, of? Ja, als je graag eerst alle dirt weg wil halen... De ene dirt loopt... De ene dirt loopt dood, Die dirt of die andere dirt? Nice. Is die andere nou neer? Ah. Ja, die andere is neer. Oké, okay. Nog meer kool, kunnen we meer torches maken. Ja, hierachter. Hierachter is een kool. Ja, daarachter zie ik ook kool. Ja, ik weet het. En iron zie ik. Nee. Ik ben nu achter bij de deur. Zullen we gewoon bij elkaar blijven? We zijn maar met z'n tweeën.
Ja, maar dat is heel veel cool en Iron. En daar hoor ik een pickaxe breken. Ja, dat hoor ik ook. Ik zat, huh? Ik hoor wat. Oké. Okay. Everything's a floating! Wij zijn team, Fire. Lukivi. Leuke Evie! Leuk Evie! Ja! I like it! Ja. Team Leuk Evie! Dat is leuk. Mooi. Het viel niet op de grond, je gooide het op de grond. Oké, kom voor mij. Yes. Ben je niet op de grond? Ik vind het hier een beetje te donker namelijk. Ja. Nog een zombie buiten. Ja. Ben je zelf? Jij bent een zombie. Nee, ik ben een dode spook. Oh, dat is iets anders. Oh mijn god, daar willen wij niet naartoe. Ik dacht dat het hetzelfde was. Wat? Dat is één grote opening van boven. Daar kunnen zombies, skeletons, alles kunnen naar beneden vallen. Oh shit, ik zie twee creepers achter ons huis. Ja, precies zo. Ja, zolang ze buiten blijven is het goed. Nee, geen openings hoor. Nee, daarachter bij het water zit het. Dus ik denk als wij onze weg terug gaan... We kunnen ook naar rechts, hè? Ja, dat weet ik. En we kunnen hier ook nog heen, denk ik. Ik snap dat je graag een plant wil zijn, maar... Oké, ik ga eerst. Wat, ben je nou grastype geworden? Ik ben een boom! Wacht. Ben je een grastype geworden, Epsel? Ja. Waar zijn de bomen? De bomen zijn weg! Help! Ik ga een boom meer zijn! Oh, ja, ik zet wel heel op mijn crafting table hier neer. Oh, ja. Ik wou zo graag een boom zijn. Ik word weer boom! Wacht, wat? Boom. Je hebt een droom gestolen. Oké. Ik maak hier even een furnace voor je. Oh, juist. Of heb jij hem al? Nee, ik heb nog geen furnace. Moet er nog een bloempje in eigenlijk, in die pot? Bloempje! Als ik hem dan daar neem. Er zit nu een plant in. Hij mag mij wel bloempje noemen hoor. Als hij dat wil. Scheelt me niks. Ik object! Wacht dat ik... Jackson! Oh, nee, ik kan er niet nog eentje maken, want ik heb niet genoeg klei. Ja, ik heb wel wat klei gevonden namelijk. Met die? Ja? Objectsel! Objectsel? Objectsel! Objectsel, that's not correct. Nou, ik zal er ook even wat meer bij gooien. Hebben wij nog meer kool? Heb jij nog kool? Ja. Pleur even erin! Ja, hij zit erin. Gadverdamme! Is het nu enigszins veilig om een spin te bevechten? Wat denk je zelf? Kijk. Twee chestplates is het belangrijkste, Leroy. Ik wil een hengel maken. Hè? Twee chestplates. Ja, denk ik. Dat is wel een heel goed idee eigenlijk, hè? Ja, sorry. Ik ben iedereen... lang. Ik ga het proberen. Ik kom direct terug als het misgaat. Oké. Succes. Jongens, stil! Oh, ik probeer maar uit te leggen. Leroy, twee chestplates alsjeblieft. Volgens mij ook een zombie nu deze. Ik wil ook een schild maken. Ja, maar die zombie maakt... Dat is maar eentje, hè. Dat is maar één... Heb je wel genoeg hout bij? Eén iron, toch? Eén iron en vijf hout. Oh, creep. Pas op, creeper. Oh, waar? Oh, nou ja, hij kan niet omhoog komen. Dude! Je geeft me een hartaanval! Oké. Okay. Naar rechts. Nou, ik heb er maar één string van gekregen, maar... Oh, nice. Ik heb een stokje. Zeg maar lopen. Nice. Ja. Oftewel, je kunt nou één keer stringshot gebruiken. Ja, wacht maar eventjes. Ik maak wel even een schild voor jou. Ja, ik heb wel een schild. Ik ben nog steeds een boom. Juist. Ik ben een boom. Shield brothers. Ja, bro. Shieldfist. Zombies klinken eng. Poef. Ik ben een boom. Moet ik ze dan weer gaan neerhalen? Nee, ja! Blijf maar binnen. Blijf maar. Oh, dit is zo leuk. Nou, dan moeten jullie wel weer in de gaten houden dat er niks aankomt. Hij komt zo meteen zo naar de deur toe, volgens mij. Ik heb daar komt de zomzom. Hoi, zomzom. Dapper met je karp. Speciale met je karp. Hey, ik heb er al vier. Als jij mij ook even een iron geeft, dan kan ik even alvast een chestplate maken. Oké, hier. The Adventures of the Brave Magikarp. We shall miss you, brave soldier. Ik hou je rug in de gaten. Oké, okay, fijn. Ja, ik ook. Ik pak je links wel. Ik pak je rechts. Rechts, daar komt Leroy. Een creeper. Ja? Rechts, creeper. Ik heb hem al aan. Je ziet hem niet. Ik zie hem. Zolang die creeper niet beweegt, hoeven we er niet druk om te maken. Ik zal ook een beetje maken. Editor, gooi even het beeld naar mij! Zien jullie het? Ik heb een chestplate aan, maar je ziet het niet. Ik ben nog steeds awesome Eevee. Yay! Uh-oh, creeper heeft mij gezien. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar... Waarschijnlijk boom! Hij
Hij gaat naar links. Hij gaat niet deze kant. Ik ga alle creepers van links. Creeper van links. Ik ga alle creepers gewoon nou B-honden noemen. Bij links. Oh, het wordt ook weer bijna dag. Oh. Wat, hebben we gewoon hier al een hele nacht gezien? Wat? Jouw schuld. Maar, nou eens. Creeper komt eraan. Allemaal gewoon naar binnen. Die gaan we moeten vechten. Ja, doei. Was daar ook nog eens een heks? Hoi, creeper. Deur dicht. Hoi, creeper. Hou maar mijn rug in de gaten, hè? Hou maar rug in de gaten. Ja, afstand heeft gehouden en. Dan koffer mij even, ik ga even chispers maken. Ja, hey, ik zeg dat je mij moest kofferen! Ja, maar hey, bescherming! Ja, oké. Heb je hem? Kijk, ja, dan ik wit? Ja. Oké, dan wil ik ook even dadelijk een Iron Sword. Okay. Maar ik wil heel eventjes hier een weg naar beneden maken, want echt serieus, we hebben nog niet veel voor elkaar gekregen. We hebben denk ik wel echt wat voedselsupply gaan doen. Ja, daarom heb ik dit. Farm staat er en ik ben nog. Ja, ik maak toch wel. Oké, ik ga naar buiten. Als de creeper komt, dan lok ik hem weg van het huis. Er is een creeper aan de achterkant van het huis, dus. There is a skeleton. Ik zie hier geen creeper. Is er een spin? Oké, ik heb nou ook een iron sword. Ik zie de creeper inderdaad. Mag ik even ik ga hem wel heel voorzichtig bevechten. Greg heeft een schild. Ik kan deze ook dicht maken. Nou, dan duw je die Gregory er gewoon even voor. Ik bedoel, hij is een spook, hij is al dood. Hier zo links is staat een skeleton onder een boom. Oh, verder openbaar. Ik zie hem daar, rechts vooruit. Ja. Ja, ik zie hem. Ja. Nou, zolang je niet te dicht daar in de buurt komt, is het veilig, want hij kan daarom, daar niet echt maar ik had zoiets van, laat ik het toch maar even zeggen. Ja, want skeletons zijn best wel gevaarlijk inderdaad. Ik ga je proberen een trapje naar beneden te maken. Hier zo. Ook eentje ja, in het water. Ja. Niet te dicht bij hem in de buurt komen, want ze zijn gevaarlijk. Misschien kunnen we nog allebei een broek maken dadelijk zelfs. Ja, dat zou... Zullen we nog heel even onze tocht bij de spinnen afmaken? Ja. Ik ben nog één aan over. Ik heb er nog twee. Als je eentje aan mij geeft, kan ik nog twee broeken maken. En dan is alles op. Yo, er zit nog genoeg in de furnace, zeur niet! Ja, maar twee. Eén voor jou en één voor mij. Dat is 14. 14 iron. Oh, nou, hier heb je de twee. Doe er iets mee. Hooray for me. Oké, ik zie daar een creeper, ja. Dus laten we maar links omgaan. Ik heb echt een hele nare nasmaak met creepers. Oké, er zit hier nou een opening, dus we moeten nu wel hier uitkijken. Oké, ik heb een broek voor je. Even wachten, nou kan er nog niks komen. Ik heb het even afgeblokt. Oké. Hier, pants. Hoezo? Wij zijn Pokémon, wij gebruiken geen broeken. Graag wel, maar je ziet het niet. I got invisible pants. Oh. Hebben we nou nog drie iron over? Want mochten we bijvoorbeeld redstone tegenkomen, dan kunnen we kompassen maken en zo. Dan kunnen we dat ook maken. Ik heb er maar eentje. Oh, we hebben nog maar één. Ik maak heel even wat pickaxe. Even kijken hoe het daar binnen uitziet. Waarschijnlijk tegenovergestelde van de buiten. You don't say! I just did. Oké, ik ga proberen zo snel mogelijk een torch te plaatsen. Ik ga mijn mee kijken, ja. Kijk, ik ben zo dood. Oké, is veilig. Dude! Ben dat niet naar beneden? Als je de torch op dat ding doet, dan... Oké. Okay. Oeh! Oh, we hebben pumpkin seeds. Oh! Oeh. En een extra chest, als je komt. Oké. Ik heb blokken nodig. Okay. Maar... Lichtjes laten staan. Nu komt het meest in... Is actie ja, laat maar heel verstaan. Het meest interessante... Dat was naar beneden. Wat gaat hier te vinden in zijn? Klopt, echt niks. Maar hier moeten we heel voorzichtig zijn, vallen we naar beneden, kaboom. Dus alsjeblieft niet tegen me aan, want dan kunnen we naar beneden. Dat was niet slim, Leroy. Hou niet uit. Deze cave is leeg. Als jij inderdaad de opening in de gaten houdt, dan is dat heel fijn. Van deze kant gaan. Boven is ook iets. Dan kunnen ze ook naar beneden komen. Ja, nee, dat weet ik. Alleen ik bedoel, serieus, we kunnen hier overal naar beneden komen. Dus laten we gewoon één gang op gaan en even weer wat iron minen. Ik vond de bloemetjes. Oh! Ja. Schappie. Oh boy. Konijntjes en leuks. Oh, ik heb volgens mij weer een kip gevonden, Erwin. Drie creepers. Ik ben achter je. Ja, er zit ook een skeleton.
Ik dacht dat je zei, je hebt een kip gevonden. De skelet is beneden. Ja, die ook. Daar kom ik net tegen. Laten we eens even die andere kant om gaan bekijken. Ze kunnen hier niet opklimmen in ieder geval. Ik ben benieuwd van haar kapot. Deze kant op. Oké, TNT is ontmanteld. Kan ik komen? Yay. Oh, Spin. Spin, die wil ik neerhalen. Ja, wacht even. Kan ik kopen? Nee, ik kom van mijn rug. Ik zie hem al. Greg, ik hoor skeleton. Je kan in principe komen. Ja, ik heb je rug. Goed. Hier moeten we ook alweer bouwen. Shit. Geef een seconde. Ik maak hier even ruimte. Ja. Kom van mijn rug. Een enchanted dingetje. Oh, je zit een beetje dezelfde kist neer te halen. Ja, ik dacht van... Nee, hier zit verder niks. Hier is Iron. Ik knuffel altijd de muur namelijk als ik zo... Iron? Ja, nice. En nou, het leuke is... Jullie hadden zo het idee van laten we de waterchallenge eerst doen. Ik heb een enchanted boek met Dracula Affinity. En Death Strider 1. Ja, jullie moeten mij ook gewoon volgen als leider. Ja, ik kom terug. Ik ben weg hier. Oké, ik zie ook een zombie aankomen. Oh ja, de kist ook heel gemeen. Ik dacht wel. Is die handig? Don't worry, I got this. Oh, dan komen ze allebei tegelijk, hè. Ik heb wat hout die we moeten verzamelen. Pas op. Er zijn zombies beneden en lava. Okay. Wat lava? Ja, onder je. Oh, fijn. Nou, we hebben dus een tempeltje gedaan. Oké, ik ben in orde, Oké. Leef je nog? Ik voel bijna naar beneden. Naar beneden is twee zombies. Doe dat alsjeblieft niet. Ja, laten we dat heel even nog afblokken. Oh, laat maar, ze zou gauw dat doen lachen. Er komt een village zombie onze kant op. Nee. Hou de trap even vrij voor mij dan. Dat jij achter staat, want anders kan ik de trap niet snel op. Nee, is goed. I got this. Oh, ik weet nu wat ik wil doen. Ik ben Magic Up kwijt. Wil je het doen? Doei! Ik was de heuvel overgeklommen. Kijk, Greg, ik ben achter je. Die heuvel. Oké, ik ga eventjes naar dat boel verlichten. Ja. Zelfs zonder zijn Swift Swim is die snel. Inderdaad. Kijk, ik zie niks te leven. Oh mijn god, een witch. En er zit daar goud. Mooi. Waarom is deze cave zo gevaarlijk? Oh, daar zit nog meer goud. Er zit zoveel goud hier. Oeh. Witch. Ja, die witch die zit er helemaal achter. Kipjes! Wacht, je hebt nog één gang hier. Oh, wordt het weer donker? Het is één grote gangenstelsel hier, joh. Ik heb nog wel mee nu. Oh shit. Oh jee. Ik heb skat achterman. Ja, ik zie hier hetzelfde goud. Leroy. Dat is hetzelfde goud. Auw! Een schaap die zichzelf heeft ingegraven. Oké. Ja, ik ben oké. Wat wordt de schat gedaan? Weet ik veel. Van jou? Nee, ik heb geen pa- beneden, denk ik. Ik heb een ei! Ook die kip afslachten. We kunnen inderdaad de kippen wel neerhalen. Kip is dood. Oh, we kunnen hier niet blijven staan, jongen. We moeten actie ondernemen. Ik ga naar links. Daar. Ja. Ik raak met die schatten kwijt, hè. Ik ben echt heel slim. Zo. Kom maar. Ik zit ook een beetje te zoeken. Cave gevonden. Ja, pas op, weg. Ik heb een cave gevonden. Hey. Oké, als we dit secure hebben, dan kunnen we hier even rustig mijnen. Nee, ik bedoel van, ik heb er één gevonden. Deze even niet. Wat ik zoek is die wolf. Oh ja, je had botjes. Oh, stop, geen lekker. Het is nog licht. Ik wil Stoutland. Waar ben je? Gewoon de weg volgen. Ja, maar ik ben even... Oké, ik weet deze kant op is ook nog een heleboel. Hier. Oké. Ik moet even stoppen, want hier is een heel grote ravijn naar beneden. Ja, maar dat kunnen we dan later nog doen. Ik bedoel, we hebben ook nog heel veel goud en alles, dus we kunnen hier even de kool meenemen. Ja, oké. Ja, dan ga ik maar eventjes wat zaadjes in. Zaadjes? Ja, dat ook, Vergeet niet, de grootste krak zit zelfs in het allerkleinste. Jezus, dat is diep! Ja, zeik. Don't you? Ja, maar er is diep en er is holy macaroni diep! Ja, maar dat is heel erg. Het was die holy macaroni die? Ja. Big time. Deze is gewoon Iron. Leroy? Iron, lekker bezig. Ja? Je bent helemaal... Ik heb heel veel kool. Waarom ben je helemaal daar? Kool. Ja, dan ben je hierboven ook. We moeten ook kofferen. Oh. Jullie hadden... Kofferen? Pumpkin is iets. Ja, die heeft Magic Herb opgepakt. Ja, ik kom eraan.
Ik ben er bijna. Dit vertrouw ik toch niet eigenlijk. Ik kan die ik kan Stoutland gewoon niet meer vinden. Sowieso de betenzaadjes en de pumpkinzaadjes. Kijk, je dek mijn rug. Die normale zaadjes hebben op zich al voldoende. Waarom noemen we dat weer denken aan Men in Tights? Your back just got hit twice. Twice. Wij moeten echt een iron pickaxe maken. Zit er onzichtbaar schild daar? Ik heb een iron pickaxe. Serieus? Ja. Hoezo heb jij al een iron pickaxe? Gevonden. Het is zeker omdat je een staaltype bent. Ja. Dat was dark. In het schoot van jou, Erwin. Oh, mijn hemel. Sorry. In ieder geval, jij dan goud op mij. Ik voel een zombie en opeens was jij te komen. Ja, maar een zombie is groen. Ik ben rood. Ik ben een enkele zombie. Ik ben blij dat we geen gras-Pokémon hebben, nou dat ik erover nadenk. Nee. Ik bedoel, fighting. Zal. Ik denk dat ik voortaan als ik een aankondiging ga doen, want blijkbaar maakte ik niet genoeg indruk met mijn aankondiging, ga ik het hierop doen. Dat is toen. Dan ga ik hier mijn aankondiging op doen. Dan moeten we wel luisteren. Oké, vinden, maar dan als het niet ingaat, maar dan... Wil je meer klei? Maar ik ben beter alvast terug gaan, het gaat donker worden. Wil je meer klei? Wow. De Magic Carp heeft TNT! Die daar binnen gaan. Ja, klein naar die toch. Ja, we gaan terug. Een heel klein gaatje. Oh ja, en lava. Moet ik de goud in dumpen? Nou, we moeten er toch naartoe! Ik hoor een skeleton. Ik ook. That just rubbed my bones. I don't like it. Ja, die kant. Jij bent het vechttype, doe iets! Oké, I got this. Use die tech! Ik zie wel lava. Ik ga wel gelijk een creep. Waar ben je, Krek? Ik heb gigantische. Zag je me net een seconde geleden nog? Oh, hier, links van je, hier. Oké, okay. Pas op, hè. Links of rechts? Nee, gewoon zo schuin naar beneden blijven lopen. Dan kijk uit die lava. Links van ons een spider. Er kan daar een skeleton zitten. Twee skeletons en een man, pas op. Ik ga die lava dichtmaken. Ik heb hier goud in. Waarom sluit je elke keer de hele tijd op? Nee. Ik bedoel, serieus, dan heb je weer geen vluchtroute. Jij moet echt denken aan de vluchtroutes. Ja, maar ik vlucht niet, ik vecht. Ik hoor een skeleton. Blok die lava nou eens gewoon af! Nee!